allemaal, welkom terug op mijn kanaal en voor als je nieuw bent, welkom bij De Beauty by Kissquad. Ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zorg dan dat je hier beneden op de rode abonneerknop drukt en vergeet niet die zwarte bel aan te klikken, zodat je een notificatie krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké jongens, zoals jullie misschien al hebben gezien is er iets anders aan mij. Ik heb namelijk mijn haar compleet anders gedaan. Dit is completely out of my comfort zone. Ik dacht ik doe vandaag lekker een andere haarstijl dan dat jullie van mij gewend zijn. Want de postbode heeft net een nieuwe Treasure Tress box geleverd. En ik dacht ik ga hem vandaag weer met jullie unboxen. Voor degenen nogmaals die niet weten wat een Treasure Tress box is. Ik heb hier al een paar andere video's over gemaakt van de andere maanden. Als jullie die niet hebben gezien zal ik hem hier in de i zetten. Zodat je hem alsnog even kan checken. En ik ga hem natuurlijk in de beschrijving zetten. Dus ben je benieuwd naar wat het nou allemaal inhoudt. Dan zou ik dat zeker even checken en daarna terugkomen naar deze video. Want in deze video ga ik echt puur de box unboxen. En ik ga vandaag dus niet alle ins en outs over Treasure Tress vertellen. Dus ben jij nou benieuwd wat er in de Treasure Tress box van januari zit? Blijf dan zeker kijken. Oké jongens, even voor de goede orde. Ik heb deze twee dingetjes. Ik weet niet wat het is, maar ik vond het wel leuk staan. Heb ik gemaakt met de Edge Control ook van Treasure Tress. Deze Edge Control is van de Treasure Tress box van maand november volgens mij. Ja, de maand november. En deze was van Cantu. En hier heb ik ook mijn babyharen een beetje... ja, netjes gemaakt. Ik wil niet per se zeggen geleed, want het is niet echt een vliek of zo. Maar goed, dat heb ik dus ook met Treasure Tress items gedaan. Ik heb dus weer een Treasure Tress box gekregen. Dit is hoe die eruit ziet voor degenen die het niet weten. En als je hem opent, dan heb je natuurlijk weer de gouden verpakking. Sticker met Treasure Tress. En dan gaan we hem gewoon lekker unboxen vandaag. Als ik hem open... is dit wat ik deze maand zie. Dit is weer het Treasure Tress papiertje en op de achterkant staan de producten en wat het allemaal inhoudt en waar het voor is. Dit is It's a Takeover Happy New Hair. En wat daar ook nog bij zat is dit haarmaskertje, een deep conditioning mask. En dan zijn dit de producten van de maand januari. En ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk net al even gespiekt toen ik hem binnenkreeg en de verpakking ziet er heel leuk uit. Dus het merk van januari is Lottabody. Ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord, maar ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord. Ik ga straks even googlen wat voor merk dat is. Dit is de Lottabody with Coconut and Shea Oils Hydrate Me Deep Conditioning Mask. Geen sulfaten en geen mineralen. Super fijn weer. En dit is voor alle haartypes. Dus deze box is niet per se voor de krullen bedoeld. Wat hierover staat op het papiertje is also included Hydrate Me Deep Conditioning Mask. Use this under your plastic cap after the cream conditioner for extra moisture. Oké, nou ik heb nog geen plastic cap gekocht voor mijn haar. Ik hoor telkens weer dat dat super handig is voor vrouwen met krullen. Maar ik vergeet het elke keer weer om te kopen. En ik weet ook niet precies waar ik het kan vinden eigenlijk. Dus ik ga dat binnenkort even googlen. Dat is dat. Dan haal ik deze Lottabody Milk and Honey Tame Me Edge Control. 24 hour hold. Wauw. Oh jongens, dit ruikt zo lekker. Er staat dus milk en honey, maar ik ruik iets heel anders volgens mij. Het ruikt echt heel fruitig en heel zoet. Echt een heerlijk geurtje. Ja, een edge control heb ik niet zoveel over te vertellen. Ik gebruik die dus altijd sowieso voor mijn babyhaartjes. En vandaag heb ik dus deze dingetjes ermee gemaakt. Ik zal even opnoemen wat er over staat op het papiertje. Milk and Honey Tame Me 24 Hour Hold Edge Control. Now for the finishing touches. Let's get these edges in order, sis. In 2019 now, there's no excuse. Our edges must remain laid. Use the gel on your edges using your fingertips or an old toothbrush and get creative with your baby hairs. You can also use the edge control around the perimeter of your hairline for a super sleek finish to your buns and ponies. Product benefits, slays edges en non-flaking. Oh, dat is super fijn. Ik heb ooit een edge control gehad die als ik dat aanbracht, dan was het binnen een uur ja, heel erg hard aan het worden en je zag witte stukjes en dat was echt geen gezicht. Dus deze heeft dat niet, dat is heel fijn. Ik zie trouwens weer dat ik bij de laatste stap ben begonnen. Het gaat in stappen. Dit is wat er staat op de achterkant. Stap 1, 2, 3 en 4. Nou, ik ben bij 4 begonnen. Dus don't mind me. Ik ga nu beginnen bij 1. Oké, 1 is de Milk and Honey Restore Me Cream Shampoo. En dat is deze. Hierover staat first things first ladies, wet your hair and using your fingers or a wide tooth comb, section your hair into 4, apply the shampoo to your wet hair and work the product into each section into a creamy lather. Rinse thoroughly with warm water. Product benefits: removes product build-up, restores moisture en makes hair more manageable. Dus ja, hier is natuurlijk niet heel veel over te zeggen. Het is gewoon een shampoo. Een shampoo verwijdert het overtollige haarproduct dat nog in je haar zit. Ik weet niet wie mij nu durft te appen. Not today. Maar goed, dat is dus je shampoo. Als tweede heb je de Milk and Honey Restore Me Cream Conditioner. Natuurlijk, bij een shampoo hoort altijd een conditioner en dat is deze. En ik weet niet wat het is altijd met mij in verpakkingen, maar ik vind alle verpakkingen van de producten die ik tot nu toe heb gekregen in de Treasure Tress boxen zo mooi. Het ziet er allemaal zo vrolijk en gezellig uit. Ik zie nu trouwens wel dat er nieuw overal op staat, dus ik denk dat dit een nieuw merk is. Dus ik ga straks zeker even googlen wat voor merk dit is. Maar in ieder geval, de buitenkant ziet er super goed uit. Hierover staat: Now our hair is all cleansed, we're moving to step 2. This cream conditioner can double up as a deep conditioner too, but we have added a deep conditioning sachet for you. Ik weet niet wat dat is. Keeping those same sections, apply the conditioner from tip to root and ensure you pay attention to the shaft of your hair. You can leave this in your hair under a plastic cap for a few hours before rinsing. Zoals ik net al zei, heb ik dat niet. Tip: wrap a warm towel around your plastic cap to add heat. This is a great way to open the cuticles and also allow the conditioner to penetrate the hair. Oké, dat is dus de conditioner. Ik zal even ruiken hoe de shampoo en de conditioner ruiken. Ja, de conditioner ruikt weer super lekker. Oh, en de shampoo ook. Ze hebben allemaal dezelfde geur. Dus daar ben ik heel blij mee. Ruikt allemaal heerlijk. Dan als derde stap. En dit is gelijk de laatste stap. Omdat ik de vierde natuurlijk al heb gedaan. Ik ben begonnen met stap 4. Stap 3. Milk and Honey Nourish Me Leave-In Conditioner. Oh, hier ben ik ook super blij mee. Bijna al mijn leave-in conditioners zijn op dit moment op. Dus ik heb er nu een nieuw bij. Dit is de Nourish Me Leave-In Conditioner. Locks in moisture, continues intense hydration and detangles and adds shine. En wat hierover op het papiertje staat is: Once we have washed the conditioner out of our hair, it's time to prep our hair for styling. This beauty can be used on wet or dry hair. This formula treats and restores moisture and will leave your hair looking and feeling healthier. Again sis, we are working in section, adding the product from tip to root. Paying close attention to the ends of our tresses. Once you've completed your sections, style your hair. Product benefits: locks in moisture, detangles and controls fish, adds shine. Nou, hier ben ik ook super blij mee. Het verschil tussen een conditioner en een leave-in conditioner is: een conditioner gebruik je vaak na shampoo, gewoon onder de douche. En een leave-in conditioner kan je gewoon gebruiken als je je haar gaat stylen. Dus als jij naar buiten gaat. En ik gebruik een leave-in conditioner altijd nadat ik mijn normale producten heb gebruikt. En daarna pak ik nog een beetje leave-in conditioner. Doe ik mijn haar naar beneden en dan scrunch ik zeg maar nog een beetje leave-in conditioner erin. Zoals ze zeggen, it adds shine. Dus ik doe het een beetje zodat het een glans krijgt. Maar voor mijn gevoel brengt het mijn haar ook heel mooi in model. Dus vandaar dat ik dat ook gebruik als ik mijn haar stijl. Dus ja jongens, dat waren alweer de producten van de maand januari box van Treasure Tress. Ik ben heel erg blij met deze producten. Ik ben heel benieuwd. Vooral naar de leave-in conditioner. Want natuurlijk niet alle leave-in conditioners werken hetzelfde. Dus ik ben heel benieuwd of deze gaat werken voor mijn haar. Ik ben ook benieuwd naar alle andere producten. Edge controls, ja, zijn voor mij allemaal een beetje hetzelfde. Maar zoals ik al zei, als hij niet flaked is dat perfect. Dus ik ben benieuwd of hij ook echt niet flaked. Ik ben blij met de shampoo, ik ben blij met de conditioner. De verpakking ziet er goed uit. Dus ja, ik ben heel benieuwd en ik kan niet wachten om al deze producten te proberen. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond jij deze video nou leuk? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat me even weten in de comments wat jullie van deze haarstijl vinden. En dan zie ik jullie heel graag terug in mijn volgende video. Doeg!